Goedemorgen, Krok. Goedemorgen, beste Dick. Je ziet er weer patent uit, hoor. Ja, ik ben aan de kapper geweest. Morgen. Bij zus. Morgen. Oh, daar komen dadelijk hele... Hier moeten ze dadelijk dranghekken gaan plaatsen, want anders komen die mensen komen allemaal naar ons kijken. Hé, hey, Ruudje Broekhoven. Proficiat, de kerel. Hey, ja, 38. Ja, hij ziet eruit als 48, ja, maar 38 jaar. Ja, ja. Hé, binnenstad ondernemers. Veel te veel festivals. Ja, festivals. Jij bent ondernemer uit de binnenstad, althans. Nou, bijna aan de binnenstad. Nee, maar ik zit natuurlijk in diverse commissies met de boetezitting en blablabla. Bla, bla. En dan horen we dat commentaar ook. En dat... Hebben ze enigszins ook gelijk, want we hebben en Venlo Storm, en dan is het de Venlo, en dan is het de boetezitting. Ja, Spijs. En Spijs. Nou ja, goed. Ja, ja. Spijs hebben ze nog niet zo, dat is een haven. Maar Spijs, je bent toch niet wijs als je gaat naar Spijs? Maar goed. Het is vandaag, hè? Sorry. Nee, ja. Maar nee, maar dat is wel een dingetje natuurlijk. Ja. Hè? Want die mensen zeggen gewoon, zoveel dagen is die stad afgesloten. En dan kunnen wij niet onze omzet binnenhalen. Je bent uit je concentratie, merk ik. Dan komt hier zoveel moois voorbij. En het loopt allemaal in het wild hier. Hè? Ja, dat niet kun je afschieten. Nee, maar Dick, dat is toch wel een dingetje, hoor. Ja, vind ik ook. Ja, is er wat aan te doen? Aan de andere kant brengt het ook veel publiciteit voor Venlo. Ja, maar ik kan me voorstellen met zo'n boetezitting dat die middenstander, hè, want die zit toch op zijn gulden, dat die zegt van, of zijn euro tegenwoordig, oké. Ja, maar als je nou het hebt over de Venlopen, dan zijn er toch, die gaan allemaal lopen. Dus die mensen gaan geen boodschappen doen in de stad. Die gaan andere dagen in de stad. Ja. Dus ik vind het ook een beetje onzin. Oké. Zo dat klantonvriendelijk naar de volgende week schuiven, of niet? Klantonvriendelijk, ja, dat is toch ook een dingetje soms. Ik moet je zeggen... Jij hebt weer wat meegemaakt van de week, hè? Ja, nee, ik heb ook wat positiefs. Ik heb... wil je witte tanden, dan moet je naar Bogi onderhanden. Ik heb de tanden... Om 8:30 s'morgens aan een bossenbol. Als mijn vrouw dat filmpje ziet, dan staat de koffer klaar vanavond. Deze week weer echt... Dat je ergens wat moet ophalen en dat je dan komt, ja, bemiddagpauze. Bemiddagpauze, meneer. En dan vragen ze zich af waarom de klanten wegblijven. Ja. Nou ja, dat is wat anders. Hé, Ropra Run en Al du 6, dat zijn toch dingen op dit moment, hè? Ja. Europa Run, ze lopen vanuit Parijs. Maar jong. Uitslovers. Ja. Die lopen dus vanuit Parijs en vanuit en naar Hamburg naar Venlo toe. Of naar Venlo toe, naar Rotterdam. Dat doen best wel veel Venlo-naren mee. Ah, jongen, wat toe. Ja, het is toch... Nou, dus maar wij kunnen dus niet meer starten nou. Jawel. Ik had daar best aan mee willen doen. Had ik een week of zes onderweg geweest. Ja, wat let je. Dat had toch wel mooi geweest. De slogan. Venlo op zijn best. Ja. Heel veel Venlonaren, inderdaad, Venlo op zijn best. Want heel veel mensen uit deze regio hebben succesvol gelopen op de Al du 6.